koninklijke hoogheden, dames en heren, sportvrienden. Wij Friezen hebben iets met schaatsen, we hebben iets met sport. Sterker nog, onze trots is van nationaal belang. Ik herinner u er maar aan dat de regering ooit vaststelde dat 3 sportevenementen die vanwege hun nationaal belang nooit achter de decoder mochten verdwijnen. Het EK en het WK voetbal en onze eigen Elfstedentocht. Dat is best raar, want de Elfstedentocht bestaat eigenlijk helemaal niet. De laatste tocht is alweer bijna 20 jaar geleden. Al bijna een legende. Maar dat die tocht toch dat belang heeft en dat die tocht leeft in de gedachten van alle Friezen, alle Nederlanders en alle schaatsers, is logisch. Omdat de Elfstedentocht eigenlijk niet bestaat. Omdat het een droom is. Een internationale Friese droom. Friese sport leeft. Omdat de sporters die dit vlakke en natte land voortbrengt, in hun hart allemaal dromen zijn. Friesland is één grote horizon. Waar je naar op weg gaat. Op ijzers, op de fiets, op skates. Vierjeppend over elke sloot. Daarheen. Het verre, het nieuwe, in het geval van Foppen tot op Tuvalu. Onze sporters zijn aanpakkers, fanatiekelingen, zwijgende doordouwers. Mensen met een groot hart en een harde kop. Ik noem je een van de Berg. Foekje Dillema, Atje Keulen-Deelstra, Tiemen Groen, Abel Lenstra, Jan Postumus, Iep en Sven Kramer, Harm Wiersma, Pieter Wening, Lodewijk Meter, Epke Zonderland. Allemaal doordouwers. Allemaal dromers. Net als ik. Namens alle dromers en de hele sportgemeenschap Friesland heet u van harte welkom in de culturele hoofdstad.